deze nieuwsuitzending is speciaal bedoeld voor mensen die geen zin hebben om te werken. Mensen die lekker achterover willen liggen en denken, wat een gezeur is het allemaal, zeg. Jeetje. Ja, kortom, voordat je slapen gaat. Of het is een middagdutje. Ja, een lekker middagdutje, man. Maakt jou wat uit. Scheelt weer CO2-belasting. Nou, laten we eerlijk zijn. Nou, ze willen toch dat wij zo min mogelijk werken. Nou, doe het dan ook. Geef zelf het goede voorbeeld. Ga op je rug staan. We gaan het hebben over metafysica. En dat sommige dingen nu een keer zo zijn. En wij mensen, wij schrijven ons al het huppeltje pup sinds ongeveer 3.500 jaar. Ja, maar daarvoor hadden we hele mooie tekeningen in de grotten van Lascaux. Ja, maar dat waren tekeningen. Ha, 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 ha. En schrijven, dat doen we 3.500 jaar. Pak een beet ongeveer. Scheelt niet zoveel. De Chinezen die zijn naar mijn mening wat later begonnen met schrijven. Maar Confucius ligt er niet om. Hoor. Iedereen mag van mij Confucius gaan lezen. Waarom niet? Leer nog eens wat leuks over polygamie. In de zin dat het best leuk is. Ook tegenwoordig in deze tijden, toch een beetje lekker metafysisch doorlullen. Maar in deze tijden, ja, dan kan je wel zeggen, al die vrouwen zijn bitches, maar al die jongens zijn bombo's. Ja, en dan heb je zo dadelijk een situatie met een slimmerik. En dan zegt zijn vriendin, mag Katrine bij ons binnenkomen wonen? Dat is echt van, oh, ja, doe maar. Heb je polygamie. Niks aan de hand hoor. Dat is geen orgie. Zo. Polygamie is iets anders dan een harem. Wat die Arabieren deden. Ja, trouwens, al die communisten. Iedere man met zoveel maîtresses. Maar daar gaat polygamie niet over. Niet in het woord van Confucius. Kijk er maar naar. En Confucius was 600 jaar voor onze jaartelling. En de Bijbel, dat boek, de eerste twee boeken, Genesis en Job, die gaan dan door voor ja, 3500 jaar oud. En is dat waar? Ja, weet ik ook niet. Ongeveer, ja, moet dat wel. Ja, zo'n beetje, ja. En die openingstekst van het boek Genesis, die is in den beginne schiep God hemel en aarde. En waar gaat dat over? Heel veel mensen die gaan gelijk zeggen, ja, maar God bestaat niet. Ja, de frase God, moet zeggen. De frase God, spatie, bestaat. Dat is een zin, noemen ze dat. Hè? Dan kan je een punt achter zetten. Moet je beginnen met een hoofdletter. Een zin. Maar die heeft geen inhoud. Jammer. En de zin God bestaat niet. Die heeft daarmee ook geen inhoud. De niets is alleen een negatie. En denk je eens in dat je zou zeggen, Perry Winkel bestaat niet. Nou, volgens de Belastingdienst, ik denk dat ze dat niet helemaal met je eens zijn. Ja.
Dus Perry Winkel, die bestaat, want die heeft als eigenschap dat de Belastingdienst ervan overtuigd is dat hij bestaat. Dat is een eigenschap van Perry. Van ik dus. Maar God heeft geen eigenschappen. Als je bij God kom je niet verder als dingen als goed. Ja, is goed een eigenschap? Ik weet het niet hoor. We hebben ook nog die mooie van hij is almachtig. Ja, is dat een eigenschap? Twijfel. Wat vind je zelf? Kijk, als je zou zeggen, God is groen. Kijk, dan hebben we het ergens over. God is groen en hij heeft 6 vingers aan elke hand. Maar zo is het met God niet. Het gaat hier in Genesis 1, vers 1. Om 4 dingen. Dus de eerste is in den beginne. Dat betekent toen de tijd begon. En toen schiep God hemel en aarde. Nou, hemel is niet de aarde. Dat mag duidelijk zijn. Er is een strikt onderscheid tussen hemel en aarde. Je zou erbij kunnen zeggen, die ga ik even metafysisch, dat is wel heel rustig, niks aan de hand. Je hebt die man gehad, die hugenoot, René Descartes. Op zijn Nederlands zeg je Descartes. Hij is ook van het Cartesiaanse stelsel. Het was een wiskundige, niet eens een dombo. En hij schreef in Latijn, of in het Latijns, ik weet ook niet hoe je dat, maar in het Latijn, schreef hij. Van hem is die fameuze uitspraak, cogito ergo sum. En die klopt. Cogito ergo sum, dat vertalen wij op zijn Nederlands als ik denk, dus ik besta. Dat heeft hij correct afgeleid. Dus René Descartes was een hugenoot. Die was op de vlucht, volgens mij. Want hugenoten, ja, de paus was daar niet zo heel blij mee. En die zat dan hier in de achterhoek. Een beetje ingewikkelde dingen op te schrijven. En hij kwam tot die mooie conclusie. Dat hij kon twijfelen. Dat hij dacht van, is het dit? Of, is het dat? Twijfel. Nou, als je kan twijfelen, dan kan je denken. Ja. En als je kan twijfelen, dan ben je er. Je kent toch wel die mensen, die lopen dwars door deuren heen. Ja. Die hebben niks in de gaten, hebben geen enkele twijfel. Oh, heb ik dat gedaan? Nou, dat weet ik niet hoor. Ja, die mensen bestaan niet. Dat zijn wandelende zakken moleculen. En die zijn lid van een vereniging en dan krijgen ze zo dadelijk allemaal een diploma dat ze van de apen afstammen. Mooi zo, zijn we daar ook vanaf. Moet je misschien gaan beginnen, zo'n partij voor de apen. Een speciale partij voor alle mensen die van de apen afstammen. Ja, wat kost zo'n partij? Ja, helemaal niks. Moet je een paar kilo bananen per dag moet je erin donderen en een speeltoestellen. Al die apen tevreden. René Descartes, die kwam met een hele mooie. En die kwam met een definitie van de werkelijkheid op basis van een dualisme. Dat is hem niet helemaal in dank afgenomen. Edmund Husserl,
die heeft hem ongelooflijk beledigd. Die kwam met de frase het weerzinwekkende dualisme. Godverdamme. Kijk, het heeft geen zin als filosoof om een ander uit te maken voor weerzinwekkend. Zeg gewoon wat je zelf bedoelt en voor de rest je mond houden, dacht ik. Widersinnlich. Ik wist niet eens wat het betekende. Dus ik moest zo'n Duits woordenboek, en dat was in die tijd verplicht. Ik zat bij de katholieken. Dag Claudia, ik bel je zo terug. Ja. Gesloten, ja. Maar ja. Ik heb naast Wurstel 3 paar heel dure schoenen ingeleverd. En heel veel snoep. Bij de buurvrouw? Ja, buurvrouw. Ze is eerst in dat... Oké. Ja. Woning. En ik heb gezegd, als jij schoenen mooi vindt, mag je ook hebben. Mm-hmm. Er is een meisje van 25, die heeft net moeder verloren. Aha. Ja, dat had ik jou verteld. Dus, nou, ja, oké. Oké, maakt niet uit. Okidoki. Ik heb een schoon schip met mijzelf. Ja. Doei. Doei. Ja, je zou denken dat de duivel ermee speelt, maar Claudia belt mij veel. Dus. En ik ben er toch om de telefoon op te nemen. Wat is dat nou? Claudia is naar het daklozencentrum geweest. Heeft ze spullen gebracht. Goed bedoeld. René Descartes, die sprak Latijn dus. Hij had het over twee soorten van res. Latijn is helemaal geen mooie taal. Wel duidelijk. En res, dat betekent spul. Een ding of een zaak. Dus een advocatenkantoor, dat is een res. Een houtopslag, van die hele grote balken, dat is ook een res. Een weiland is een res. Een ding of een zaak. En hij sprak van twee soorten res. Dat is dat widersinnliche dualismus. En die ene vorm van res, die noemde hij res extensa. Zelf vind ik geniaal gekozen. Extensa betekent met een afmeting. Alles wat je kan meten. Res extensa. Zo'n hele mooie van als iets groen is, dan heeft het een afmeting. Snap je? Ja, het grote grap. Res extensa. Matter noemen we dat ook wel op zijn Engels. Materie. Res extensa. En die andere is res cogitans. Cogito ergo sum. Ik denk. Dus cogitans is denkspul. Ideeën. En dat is ook hetgene wat er is. We hebben materie en ideeën. En die bestaan binnen tijd. En dat kan niet zomaar. Als je dat denkt, van joh, eerst heb je niets en toen kreeg je vanzelf iets. Want iets rijmt op niets. Ja, het kan in principe niet. Tenzij je de kant van Martin Heidegger op gaat, die het niets gebruikt voor
Ja, das Dasein. De ervaring. Maar niet als evolutionist. Dat kan niet. Je kan een enorm vacuüm gaan zuigen. Dan neem je industrieel staal. En alles gaat eruit. En dan ga je helemaal verhitten. Dat echt iedere, alles weg. Dat je totaal niets hebt. En dan maar wachten. Hier. Hoe lang gaat dat duren? Een eeuwigheid? En daarom staat er ook in Genesis 1 dat er een vierde factor is. En die vierde factor, die wordt genoemd God. God is niet iemand waar je bang voor hoeft te zijn. Ben jij maf? Het is de enige waarvoor je angst kan hebben. Voor de rest kan iedereen je rug op. God is de ontbrekende factor in dat geheel. Dat is een puzzeltje, zeg maar. Je hebt tijd, je hebt res extensa en je hebt res cogitans. En dan andersom, hè. In de schepping was het andersom. Dus eerst res cogitans, de hemel. En dan res extensa, de aarde. De hemel kan je niet meten, de aarde wel. En ook alles wat aards is. En die hemel, dat is dan de verblijfplaats van hem. God heeft zichzelf een hemel geschapen. En hoppakee, en een aarde erbij, dat ik naar kan kijken. En is God een mens? Ja, dat is een goede vraag. Volgens de Bijbel zijn wij geschapen naar het evenbeeld van God. Ja, dan zouden wij op hem moeten lijken. Maar andersom. Ik had er moeilijk. Ja, sorry dat ik de slappe lach krijg. Maar kijkende naar mensen om me heen, kan je toch moeilijk voorstellen dat God er zo uitziet. Nee, ik denk het niet. Maar wij zijn wel bedoeld om op hem te lijken. Ah, dat is misschien niet zo goed gelukt in jouw geval. Hè? Dat je veel te veel puistjes hebt of zo. Of je hebt je kind de deur uitgestuurd, want die mensen ken ik ook. Dus snap ik ook helemaal niks van. In de Bijbel staat een heel mooi verhaal over de verloren zoon. Maar er staat toch niet echt dat God... behalve dan met Adam en Eva. Maar dat is een heel lang verhaal. Dat moet je wel begrijpen. God heeft ze niet het paradijs uitgetrapt. God heeft gezegd van kijk, je mag in het paradijs wonen. En dit zijn de voorwaarden. En er was maar één voorwaarde. God zei tegen Adam en Eva... Als jullie nou Teletubby zijn in Lalaland. En geen kennis van goed en kwaad. Laat dat maar aan mij over. Nou ja, Eva eigenwijs. Adam die liep achter zijn pik aan. Ja, dan ben je paradijs kwijt. Ja, ha, 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 ha. Maar dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen. Wat is dat nou? De Bijbel is hartstikke simpel. Een heel simpel boek. Er is een metafysica voor het volk. Dat is gewoon volksmetafysica. Ja, maar Piri, ze hebben de Bijbel gebruikt met die katholieken. En dan gaan ze allemaal Urbi et Orbi lopen roepen. En dan moeten wij de hele tijd bloemen brengen naar het Vaticaan. Nee, je hoeft helemaal geen bloemen te brengen naar het Vaticaan. Als die paus een feestje wil houden met zijn Pesach... Dat moet hij toch lekker zelf weten. Nee, ik kom niet hoor. Al was het alleen maar omdat op dat Vaticaanse plein... daar staat de lul van Osiris. Oh, maar Perry, geen vieze woorden zeggen, hoor. Nou, daar staat de lul van Osiris.
De penis. Op Amsterdam zit dat een lul. Ja, de stijve pik van Osiris staat daar. Ja, ik ga toch niet naar het Vaticaan toe met bloemen om die aan de paus te geven. Oh, en dan ben je die pik van Osiris. Jalk. Jalk. Hé, hey, de Bijbel, die kan je thuis lezen. Je koopt hem hier om de hoek voor 7,95 als je mazzel hebt. En hey, ben je nog van die hele scherpe oogjes, wat ik niet meer heb, maar... Hm? Ook al bijna 60, maar heb je van die scherpe oogjes, dan koop je er eentje van 5,95. Van die kleine lettertjes. Met een vergrootglas erbij van de Action van 1,25 van plastic. Voor als je ouder wordt. Nou, dan ben jij klaar. Voor de rest van je leven heb je je hele investering gedaan in jouw spiritualiteit. Nee, maar dat is even lekker goedkoop. Dus, wat verbruikt een mens aan bijbels per leven? Ja, ik ben nu toe aan mijn. Niet liegen. Derde bijbel. Maar mijn eerste bijbel was gratis. De tweede bijbel heb ik gekregen van mijn ouders. Dat was voor mij ook gratis. Dat zijn hele kleine lettertjes, dus die kan ik niet meer lezen. Dan heb ik zo'n oude lui bijbel gekocht. Ja, die kostte mij toen 9 gulden. Zo. En dan heb ik ook nog de King James heb ik online staan. Dus dat kost mij helemaal niks. Wel dat Engelse gemeuk, maar we maken het uit. Mijn dochter kent ook Engels, die kan toch moeilijk achterblijven. Ja, nog de Statenvertaling heb je ook online. Ja. Dat is je hele filosofie. En meer hoef je niet te weten als mens. Dat is echt heel grappig hoor. Als jij de Bijbel snapt. Snaps. En dan ben je ermee klaar. Dan denk je, oh, zou dat zo? Is dat alles? Zo'n mooie christen die ik voor een week hoorde... en die zat dan in debat met een filosoof. Stefan Molyneux. En Molyneux, dat zeg je precies zoals je het schrijft. Met een X op het einde. En het is Frans. Een Stefan met een F. En met een Y en niet een I. Een Molie met een Y. En dan Neu. Met een X op het einde. En die christen die hield zich ongelooflijk goed staande. Alles is gepredestineerd. Alles staat al helemaal vast. Er is helemaal geen vrije wil. Ben jij maf? Je mag blij zijn dat je mag dienen. Ha, ha, ha. Al de eigenwijze gedoe. Je ouders zijn je ouders niet. Je kinderen zijn je kinderen niet. Klaar. We zijn allemaal kinderen van God. Punt. En allemaal even slecht. Ja. Ja, dat is toch goed bericht. Ja, kom op, homo. Ja, zie je het een beetje metafysisch. Nou, bottom line, ik ben voor jou niets meer dan een oude hoerende zak met moleculen. En jij je maar op je kop krabben van, goh, van welke apensoort stamp je dan af? Want voor een aap kan die best goed formuleren. Ja, en ik kan ook onder mijn oksels krabben. En dat schijnen apen ook niet te kunnen. Ze kunnen alleen maar met hun rechterhand onder hun rechteroksel. Maar ze kunnen niet met hun rechterhand onder hun linkeroksel. Er gaat iets fout of zo. Net zo goed als dat wij niet aan onze elleboog kunnen likken. Een apen denk ik wel, maar ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik stam niet van de apen af. Dus dat raadsel is bij deze opgelost. Ik stam niet van de apen af. Ik stam af van een, ja, dat is heel lang geleden uitgestorven. En
dat heeft zich gemetasteerd in mijn vorm. Hè? En dat waren de kloothommels. En de kloothommels, dat waren hele vervelende dieren. Ja, daar stam ik vanaf. Die materie en die geest, dus het denken, de res cogitans. De materie kan, dus de res extensa, kan geen oorzaak zijn van de res cogitans. En dat is een hele, ja, dat is een lange exercitie om dat te accepteren. Heel veel mensen in mijn omgeving die weten dan wat van kwantummechanica. En denken van, ja, het is allemaal kwantummechanica. En andere mensen die zijn van de snaartheorie. Ja, het is allemaal frequentie en trilling. Nou, weer anderen die zijn van de bolletjes. Bolletje, bolletje mensen, zoals Isaac Newton. Wat, Isaac Newton was niet zo'n eikel of zo. Hij is een beetje zwart gemaakt. Hè? En Isaac Newton had wel gelijk. Dat is de law of attraction. Dat klopt. En als een appel, dat is een gewone appel, pak maar een appel, en die valt 1 meter omlaag. Ja? Dan doet die appel die doet een bots tegen de onderkant. Dat heet kinetische energie. Nou, en die kinetische energie van een appel die 1 meter aan het vallen is, dat heet 1 newton. Ah, zo ongeveer. Die klopt ook. Maar je gaat mij niet vertellen dat de elkaar aantrekkende materiedingen, die gaan zo'n botsen tegen elkaar en dan krijgen ze een discussie. En er komt wat uit. Nee. Zo'n appel valt omlaag, boef. En dan ligt hij op de grond. Einde discussie. Materie kan niet praten. Hè? Materie kan niet nadenken. Materie kan niet schrijven. En ik heb ook zo'n boek gelezen. Ik moest het voorlezen. Ik heb een heel goed contact gehad met een vrouw. En die heeft gewerkt in de seksindustrie. En die wilde graag dat ik 50 tinten grijs zou gaan voorlezen. Want ik zou zo'n mooie voorleesstem hebben. Ja, zij heeft mij horen voorlezen aan mijn dochter. Ja, dat was mijn dochter 11. En dan ging ik haar voorlezen uit. Ja, Marten Toonder, dat is Olie B. Bommel. En dan al die stemmetjes doen. En dan moet je, het is best ingewikkeld om goed voor te lezen. Hè? Want je stem is aan het praten. En je ogen, die kijken al vooruit welk karakter eraan komt. Want als Marquise de Canteclair komt, dan moet je naar het Frans toe. En als professor Prillewitzkowski komt, ja, dan zal ze mijn Duits reden. Hè? Ein bisschen dan, hè? Assistent Pieper, was mag ze doen? Hè? En Wammes Waggel, die moet je ook in de gaten hebben. En niet te beginnen met je stem van Olie bij Bommel terwijl Wammes Waggel aan het woord is. Ja, die vriendin had dat van mij gehoord. En zei, ah, wil jij 50 tinten grijs voorlezen? Nou, kan je vertellen, 50 tinten grijs is geschreven door materie. Veel beter kan het. Dat is de epitome van materieel schrijfsel. Jeetje, wat een slecht werk. Oh, ik ken het mooie werk van Nescio. Een pseudoniem. Van, ik weet niet hoe die man heet. Nescio, dat is Latijn. Betekent ik weet het niet.
Nou, hij had als openingszin, behalve de man die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond, heb ik geen wonderlijke kerel gekend dan een uitvreter. Jeetje, wat was die uitvreter een mafketel, zeg. Dan ben je 's morgens wakker, je neven was op, de helft van je leverworst was weg en meneer had je winterjas meegenomen, want hij wilde naar buiten voor ik weet niet wat. En jij zit ook maar bij een hospita. Drie hoog achter. Met de tochtige kieren. Kijk, dat was geen materie die Den Uitvreter heeft geschreven. Dat was Neskejaal. Dat is een mooi boek. En 25 grijs, helemaal niet. Dat is helemaal niks. Je kan het beter L'Histoire d'O lezen. Iets filmischer. Of al die bagger van de 120 dagen van Salo. Zo mooi verfilmd door Pasolini. Heet hij die toch? Pier Pasolini. Recht geaarde bagger. En materie, het is maar... Er is niet zoveel fatsoenlijks geschreven door materie. Dus vandaar dat iedereen ook gaat denken dat we van de apen afstammen. Omdat al die bagger in de boekenwinkels ligt. Ja, de Bijbel zal ook wel bagger zijn. Ja, het verschil is dat de Bijbel geen bagger is. Dat is heel keurig geschreven. En lees het boek Hosea. En als je dan toch niks te doen hebt met een rooibosje thee... en een paar Maria-kaakjes, je weet wel, van het zetmeel zonder suiker. En dan lekker doorgebakken, knabbel, knabbel. Rooibosje erbij. En Maria-kaakje met krenten, kan je ook doen. Ga Hosea lezen. En stel een vraag aan mij. Wat snap je niet aan dat boek? Lees het boek samen wel. Wat snap je er niet aan? Wat is onduidelijk? En je kan het zelf gaan lezen. Je hebt helemaal geen priester nodig. Als jij een stukje van... Zeg het boek samen wel. Daar komt die slagpartij in voor. Daar heb je wel meer in het Oude Testament. Van kill, 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 de mofo's. Ja, dat komt er een paar keer in voor. Ontegenzeggelijk. Maar waarom was Saul de lul? Wat had Saul fout gedaan? Ja, spannend hoor. En je kan zeggen, ja, volgende week komt een nieuwe aflevering van Game of Thrones. En trouwens, Seven Seconds gaat ook weer een nieuw seizoen beginnen. Maar die verhalen op Netflix, die zijn flinterdun. Dat stelt niks voor. Dat is leuk, ik kijk er ook naar. En allemaal lekker bing, bing, knal, knal. En een special effects. En dan zit ik te kijken naar de regie. En ik ben nou aan het kijken naar Matt Dillon. Van de Bourne Legacy, Supremacy, Identity. Een best leuk film. Je ziet heel veel opnames van Turijn en van Tanger. Of Tangiers, of hoe heet dat? In Marokko. En dan weer in Amsterdam. En dan weer in Berlijn. En dan weer in New York. En dan weer in Londen. Je kan maar kijken hoe al die gebouwen eruit zien. Nou, dat is wel leuk. En dan denk ik dus, jeetje kreetje, wat wonen daar een hoop mensen, zeg. Allemaal opeengestapeld in flatgebouwen. Maar het is geen verhaal. Het is vermaak.
De Bijbel niet. De Bijbel is ter lering. En ik weet dat er heel veel mensen zijn en die zeggen, ja, ik weet nog, mijn vader bijvoorbeeld. Ik ben opgegroeid in Bovenkerk. Voor 3, en mijn vader ook. En toen Amstelveen, maar dat ligt vlak bij elkaar. En daar was dan ruzie tussen de protestanten en de katholieken. De protestanten moesten aan de linkerkant van de Noordammerlaan. En de katholieken moesten aan de andere kant van de Noordammerlaan. Ze mochten elkaar niet spreken. Aan Bovenkerk, daar zit die enorme katholieke... Hoe heet dat ding? Mijn vader heeft er nog een keer geurineerd in de wijwaterbak. Maar hij vond protestantisme ook niks. Hij vond het allemaal onzin. Maar wat heeft het nou voor zin om een boek te gaan lezen, zodat je ruzie krijgt? Dan kan je beter het hele boek niet lezen, toch? Zo dacht mijn vader erover. En nooit heeft hij het echt begrepen. Dat geloof ik niet. De Bijbel, dat is het woord van onze voorvaderen. En die katholieken, die lopen daar een beetje een feestje van te bouwen. Van nou, dan... nee, maar... Oh, ja, nee, stop maar even. Het gaat dus over Jezus. Nou, Jezus zou er terugkomen. Nou, we doen net alsof hij teruggekomen is. En tegenwoordig is Jorge Mario Bergoglio is de nieuwe Jezus. Dat zeggen ze, hè? Is dit hier geen poep te vertellen? Ja, daar krijg je gezeik van. Want hoezo is de paus de plaatsvervanger van Jezus? Excuse me. Ik weet het echt niet hoor, ik weet niet waar ik moet beginnen. Als ik denk aan Jezus, dan denk ik aan iemand en die genas, die sprak de waarheid, die had geen eigendommen, die deed niet aan dode verering. Jezus was een anarchist met een stelletje sandalen. En hij bleef met zijn tengels van de wijf af. Jezus was geen Bob Marley. Want Bob Marley bleef niet met zijn tengels van de wijf af. En prins Bernard ook niet. Dat is allemaal gevoeglijk bekend. Prins Bernard heeft 6 buitenechtelijke kinderen en Bob Marley 60. Die familie van Oranje kan zich nog doodschamen. Maar als ze eruit geneukt zijn door een antillen. Waar komt die reggae ook alweer vandaan? Precies, daar vandaan. Jamaica. Maar Jezus niet. Jezus neukte niet buiten de deur. Niet waar. Jezus ging om met prostituees en met belastingambtenaren en al die mensen waar iedereen op neerkeek. Was Christus. En is de paus dat? Nou, helemaal niet. Totally not. De paus is de antichrist. Hij is precies dat wat Christus was. En dan 180 graden de andere kant op. En iedereen weet het en niemand doet er wat aan. Dus iedereen denkt van ja, laten we die antichrist maar gaan. We kunnen nog wel een oorlogje aan. Oké. Nou, als iedereen dat zo graag wil, wie ben ik om ze tegen te houden? Ik heb er eigenlijk niks mee te maken. Met die idioterie dan, hè?
En ik vertel je dat dat wat in de Bijbel staat, het klopt logisch gesproken. Het is zoiets als dat. Ongeveer exact. Naar het woord van onze voorvaderen. En er is veel gebeurd sinds die tijd. Hier in Europa hebben we een enorme strijd gevoerd tegen die katholieke kerk die de Bijbel had overgenomen. En die strijd die is ook gevoerd door mensen zoals, behalve dan Tyndale en Wycliffe, en de mensen die de Scriptos Receptos in het Engels gingen vertalen en tegen het volk konden zeggen: doe niet zo maf, dit kan je zelf ook begrijpen. Dan hoef je niet iedere zondag naar de kerk om te gaan luisteren naar Latijn gewauwel. Of mag je nu zeggen Latijns gewauwel? Maar dit kan je zelf begrijpen. Er waren Tyndale, Wycliffe, Erasmus. En iedereen die ik vergeten ben. En de filosofen, dus de logici, ja, die konden er ook wat van. En alles wat Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche, zeg het maar, ik zie geen tegenstelling met de Bijbel. Dan moet je echt heel moeilijk gaan doen, maar ik zie het niet. Dat is een mooie van Friedrich Nietzsche, van God is dood. Ja, kom op. En dan sommige christenen op hun achterste benen. Ja, nee, maar Jezus leeft. En Jezus was God, dus God is dood, dat mag je niet zeggen. Kinderen, kinderen toch. Friedrich Nietzsche was een maatschappijcriticus. En een goeie. Ik heb alleen maar respect voor wat die man geschreven heeft. Zijn boeken, essays, opstellen, maakt me niet uit. Ze moesten mij doen lachen. Van hè. Weg met al die idioterie. En Friedrich Nietzsche heeft ook nooit gezeken over een boek als Hosea. Ben jij maf? Of hij kende het niet, dat kan. Dat hij het boek Hosea niet kent. Of hij dacht, nee, ik ga klojo's in elkaar meppen. Want hij heet wel de filosoof met de hamer. Ja, nou, ik map al die mafketels wel kapot. En van de Bijbel blijf ik af. Kan hij gedacht hebben? Misschien. Of hij wist het helemaal niet. Kan ook. Eenzame man. Friedrich Nietzsche is geëindigd in een psychiatrisch ziekenhuis. Helemaal onder de, weet ik veel wat ze dan in die dagen. Was het onder de syfilis of zo? Hij is niet zo fijn aan zijn einde gekomen. Dat geloof ik niet. Maar dat maakt er niet uit. Om zijn boeken kan je lachen. En laten je de opening zien naar de metafysica. Het geweldige van Nietzsche is der Wille zum Macht. Dus als je het hebt over een wil, dan heb je het over een wil tot macht. En anders niet. Erg sterk. En dat is God, hè? God is de wil. Want we hebben maar zoveel woorden in onze taal. Wij moeten ieder woord een plekje geven. En we hebben het woord God.
En we hebben het woord de wil. En dat is één en dezelfde. Dat kan niet anders. Ook een hele mooie descriptie voor God is het niets. Het niets dat is. Het niets dat het issende is. Ja. En wij zitten daar als mensen tussenin. En denken, what the fuck? Ik heb een schoonmoeder die zeurt. Je kent al die andere klachten wel. Over het dagelijkse bestaan. Het is verschrikkelijk, ik weet het. Het is eigenlijk niet te harder. Ja, iemand zoals ik blijf maar in leven. En zelfmoord, dat is me veel te veel werk. Moet je een zelfmoordbrief schrijven? Ja, wat moet ik daar nou weer in zetten? Ik heb al moeite om iets te schrijven waarvan andere mensen denken, oh, Perry leeft nog. Dat vind ik al moeilijk genoeg. Wat moet ik nou voor een brief schrijven van, ik heb er nog eens even over nagedacht en ik denk dat ik mezelf het leven beneem. Ja, waarom eigenlijk? Oh, ik zou niet weten waarom. Ik moet nog een keer naar de gevangenis. Ik moet nog een keer aan de schandpaal genageld worden. Wat moet ik nog meer doen? Oh ja, ik moet nog een keer lekker gaan koken. Ah, dat doe ik al vaker. Maar ik heb weer een nieuw recept in gedachten. Die ga ik ook maken. Gewoon indruk maken op kinderen. En kijk eens. Dit kost 2 euro per persoon. Omdat ze allemaal zoveel te eten hebben. Dat ze denken van, even uitbuiken. En die kinderen zich maar afvragen hoe ik dat voor elkaar gekregen heb. Ja. Nou, regel 1. Vriendjes maken met markthandelaren. Erg belangrijk. Regelmatig opkomen dagen. En dan notch notch, wink wink. Nou, dan krijg je spullen mee, joh. En als je dan tegen zo'n markthandelaar, tegen mijn vrienden dan zegt van, oh, ik moet even koken voor 5 kinderen. Dan kan je me even motsen. Nou, wat denk je, jongen? Nou, zo'n man die kijkt dan schuin achterom en die zegt, ja, mijn baas staat daar. Je moet niks in de gaten hebben. Ik zeg, jongen, I'm your friend. Dan krijg je gewoon een paar euro. Want je gaat toch koken voor kinderen? Ja, kom op, be happy man. Het is ook metafysisch gesproken. Het is het enige wat er is, hoor. Kinderen. En de gedachte aan kinderen. Denken om kinderen. En je kan wel denken om ouwe vandaag, hè? Maar ja. Dus, ja, die ouwe vandaag, ja, kom op. Hebben die nog zorg nodig? Maar bij kinderen ligt dat anders. Die zijn zo dom als het achterrein van een varken. Bij kinderen moet je de hele tijd zeggen, ho ho, pas op. En die kinderen luisteren dan niet. Ik ken het wel. Nou, kinderen die niet luisteren, ja, in mijn geval, ik heb er altijd maar gewoon met de kop tegen de muur aan laten lopen. Oké, jij niet luisteren naar papa? Oh, cool baby. But don't come crying to me, Argentina. Het is je taak. God is een schepper. En hij heeft jou geschapen naar zijn evenbeeld. En jij schept dus. Dat is jouw voornamelijkste taak. En hoe je schept is dat je dat doet met je woord.
Net als God. God zei... Er zij licht. En er was licht. Ja, vind je het gek? Want zo zit het. Alles begint met jouw woord. En dan vooral naar je kind. Je kan ook gewoon lopen ouwe hoeren tegen een baksteen. Of tegen een chocoladekeekje, voordat je het opeet. Dat je denkt, oh, wat ben jij een lekker chocoladekeekje, zeg. Ik ga je nu in mijn mond stoppen. Ja. Nou, je kan beter praten tegen kinderen. En dan niet te veel. Hou het kort. Alleen noodzakelijke dingen van... En God zei, er is licht. En er was licht. Hou het kort. Dat is als je in dat besef leeft, dat jij niet van de apen afstamt. Je stamt ook niet van de naaktslakken af. Je bent geen familie van de giraf. Je hebt flaporen, maar dat betekent niet dat je van een Jack Russell afstamt. Of een tackle. Je hebt een lange neus, maar dat betekent niet dat je van de olifanten afstamt. En waar kom je wel vandaan? Je komt vandaan van jouw bron. En die is in het woord. Ja, maar de Mahabharata vind ik ook een mooi boek. Ja, ik vind Lord of the Rings ook een leuke film. Dat boek is niet te doen, by the way. En de verhalen van Sherlock Holmes vind ik ook heel grappig. Maar het zijn verhaaltjes. Ja, maar nu ga je de Hindoestanen beledigen. Ik nodig een Hindoestaan uit om Genesis 1 te begrijpen. Dan piepen ze wel anders. Want de Mahabharata, hoe oud is dat? Is de Upanishads of zo? De Veda's? Het zijn korte geschriften. Aan de Bijbel is 1500 jaar lang geschreven. En pas na zoveel jaar, in 1611, is het vertaald in het Engels. Dat is een andere dimensie, een andere afmeting. Ten opzichte van de Mahabharata of de Upanishads. Ja, maar de Bijbel, ik weet het niet, want er zijn zoveel atheïsten tegenwoordig. En wat moeten we daarmee? Nou, helemaal niks. Een atheïst is een katholiek. Ja. En het sterft van de katholieken. Allemaal atheïstisch. Allemaal Maria-vereerders of weet ik veel wat. Laten we met z'n allen naar het gebouw gaan, want ze hebben met goudverf... een beeld opgedingest. En dan gaan we kijken. Ja, en er zijn koekjes en een koffie en thee. Yeah. Daar gaat het niet om. Het gaat over jou als mens, dat jij een kind van God bent. En ik weet van heel veel mensen tegenwoordig, die hebben een pesthekel aan een buurman of een vrouw. Of... Ja, die denken ook. Laat deze bittere beker aan mij voorbij gaan. Ja, dat weet ik wel. Maar dat is geen reden tot paniek. Want mensen zijn slecht van zichzelf. Jij ook. Ik ook. Je moest eens weten wat ik uitgevrouwd heb. Dat ga ik mooi niet opbiechten. En dan krijg ik nog gezeik met de politie ook. Het is gelukkig alweer een paar jaartjes geleden. Maar wie weet wat ik morgen ga doen. Ik kan boos worden, jongen. Zo.
En jij ook. Ja. Iedereen om je heen. En het erge is, dat zijn die dombo's. Die mensen die hun kinderen verwaarlozen. Het woord haat, dat schoot me net even te binnen. En ik denk, nou, dat ga ik niet zeggen. Maar zoiets. Wat lijkt er op haat? Wat nog wel een klein beetje gaat. Stel ik je domboos. Ik ken zo'n man. En het is... Ja, hij is dan niet... breinchirurg. Dat klopt. En... Hij is vriendelijk. Hij kan goed doordrinken. Hij weet zijn geld uit te geven. Qua alcohol en alles. Hè. Zo'n partygoer, daar ken ik hem van de kroeg. Die had zo'n vrouw aan de haak geslagen. Die had hem helemaal vernacheld. En hij zat te janken aan de grote ronde tafel. En ik dacht, oh, jongen, wat vervelend voor je. Nou, en toen kwam die aandenderen met een Marokkaanse trinepien. En die zus van haar, die heeft een grote mond. En ik dacht al, jongen, weet je het wel, zeker? Hè? Nee, meneer wist het zeker. Ja, dit was een goeie. Nou, en ik had een paar waarnemingen gedaan. En ik zei, ja, ze zei wel laatst. Nou, toen moest ik mijn mond houden. Want niet zeiken nou, ik ben verliefd. Zij is het helemaal. Oké, I shut up. Nou, toen werd ze zwanger van hem. En allemaal leuke postjes op Facebook. En allemaal reuten gezellig. En laatst zie ik hem weer. Was hij zijn baan, was hij kwijt. En hij zag zijn kind nooit meer. Ja, het verdriet stond in zijn ogen. En wie ben ik om dan te zeggen... Ja, ik zei toen toch al, pas nog op. Ja. Nou, hij heeft wel gedaan. Ja. En zo zit iedereen... Tenminste, die jongelingen die het nog proberen om de wil van de Heer te gaan doen. Namelijk voor een kind te gaan zorgen. Ja, pas voor goed op. Ik zou zeggen voor alle kerels momenteel in vitro. Neem maar een of andere plastic baarmoeder. Wat kost zo'n ding in de maand? €500. Nou, 9 maanden lang €500, dat is €4.500. En dan ben je van de kosten af. Is dat kind van jou? Dat was een grapje natuurlijk. Geïnspireerd door Aldous. Aldous Huxley. Brave New World. Nou, je gaat er bijna aan denken. Al die vrouwen pikken de kinderen in. Ja, al die vrouwen hebben toch geen boormachine. Ze hebben nergens verstand van. Dus die denken, nou, ik kan mijn kind in mijn eentje wel opvoeden hoor. Ben jij hem af? En dan moet ik weliswaar iemand bellen van de rioolreinigingsservice, maar dan krijg ik teruggestort van de communistische overheid. Want ik ben namelijk katholiek. Oh, shit, papa. Ja, we zitten midden in de soepzaal. Ik begrijp het best. Al die arme mannen. En al die arme vrouwen. Want ik ken ook een aantal vrouwen. Nee. Ik mag ze niet neuken, want ze zijn... Even kijken hoor, 40 jaar jonger dan ik. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik zou het wel moeten doen. Tegen die beepjes moeten zeggen... Meisjes, het is oorlogstijd. Dus het moet maar. Er zijn geen levende mannen meer. Al die mannen zijn veranderd in Teletubbies. En ik ben nog een beetje rationeel... Maar ik heb de poenden niet voor. Maar als ik 1 miljoen had, of 10 miljoen... dan was het een ander verhaal geweest, toch? Dan had ik ze allemaal Hebreeuws zwanger gemaakt.
arme meisjes. Zonder mannen. Alleen maar een stelletje pussies. Helemaal maar van die slappe tieten van de bisphenol A. Ja, ik vond het wel lekker. Als kind had ik dat al. Dan ging ik graag kouwen op van dat weekgemaakte plastic. Normaal gesproken, de plastic is keihard. Maar dan doen ze daar weekmaker in met cadmium. En ik lekker kouwen. Ja, en toen heb ik bisphenol A binnengekregen. En van die hangtieten gehad. Yep. Ja, maar ik wist toen nog niet dat bisphenol A leek op het vrouwelijk geslachtshormoon. Nee, je had er alleen maar niet mogen kouwen op je speelgoed. Mafkeit al. Ga kouwen op zoethout. Dat hadden ze toen. Dat waren takjes met dinges. En dan doe je... Kan je eeuwig kouwen. Ja. Op je speelgoed gaan lopen kouwen. Homo. En al die arme meisjes hebben helemaal geen kerels. Nou, leuk is dat. Alleen maar poesies. En dan zitten we midden tussenin. Ja. En mijn strategie is om er vrolijk onder te blijven. En jullie te vertellen wat er aan de hand is. Namelijk niks. Allerlei mensen die zeggen, vroeger ging het beter. Maar, misschien. Ja, want D-Day, op 6 juni, is de zesde dag van de zesde maand. Om 6:00 morgens. Dat was 666. En dat was wel leuk. Nee, D-Day was helemaal niet leuk. En is het nu beter dan toen? Een klein beetje wel. Dat is mijn oordeel. Ja? Niet dat de strijd per nu gewonnen is. Ben jij maf? Nee, waarom? Een schaakwedstrijd is het mooiste als die zo lang mogelijk duurt. En op zijn hamburgers. Zag ik. Tjus. En dag lieverds.